Hallo en welkom bij nog een commentary van Nick Onage. Ik heb hem maar, de BM9 gameplay. Ik speel vandaag free-for-all. Ik had dus de Thermal Vision opgezet. Dat was een aanvraag van The Real Beast. Ik ben er al een hele tijd mee bezig om mee te spelen. En daar is die hoor. In free-for-all. Ik speel als nooit free-for-all. Zoals jullie wel weten, ik speelde Domination. De laatste tijd wat meer team deathmatch om deze gameplay te halen. Ik was gewoon bezig aan het spelen. Ik dacht, het gaat zo lekker, joh. Ik zet hem er gewoon in. Begin denk je van, waar is hij mee bezig? Hij is aan het campen. Dat is echt niet iets voor Nick Onage. Dat klopt. Dat is echt niks voor mij. Maar later in deze video zul je wel begrijpen wat ik hier doe. Hier op een andere plek op Arcaden. Ik probeer hier een beetje gebied te verdedigen. Dus dat is Pan recht naast me. En daar word ik op dit moment zwaar door genakt. We gaan opnieuw beginnen met de streak. Ik zat op een 1 streak. En ik zag daar iemand lopen. Oh, komt er al wel lekker iemand in mijn rug. Dit is de spot waar ik het meest te zien ben. Ik ren gewoon door. Waar ik net spande, daar ben ik het meest te zien. Het is echt een hele fijne plek, net als op Dome, achter op de map, zeg maar. Dat is echt een lekker stukje. Hier word ik echt geraakt door een Bouncing Betty. Ik geloof dat het er 2 waren. En ik heb het overleefd. We gaan gewoon verder. De poort op redder is neergezet. Het is handig in ruimtes. Spannen er een naast me. Huppakee, Assassin. 4-point streak. En zoals je ziet is de Turmoil free-for-all best wel handig, omdat weinig mensen Assassin gebruiken. En Turmoil is over het algemeen wel handig. Als ik zeg bijvoorbeeld Turmoil op MSR, het gebruikt V-Thundersnipes de laatste tijd redelijk veel. Dan heb je ook echt wat aan die Turmoil. Alleen op deze PM9 komt hij niet goed tot zijn recht, omdat het niet echt een wapen is voor long range. Dus je kan eigenlijk net zo goed een red dot sight erop zetten. De iron sight van dit wapen is echt best wel slecht. Ik kan er niet goed mee overweg. Je hebt een boel recoil. Het voordeel aan de thermal vision is dat je hold breath kan doen. En als je die hold breath doet, dan heb je heel weinig recoil. Dus kan je ook 2 attachments gebruiken. Op bijna elk wapen weet je ook wel, als je een silencer op hebt, dan is de recoil ook minder. Omdat de silencer zeg maar tegendruk geeft tegen de recoil, zeg maar. Het is dus dubbelop, dus ik heb ook geen focus nodig. Daarom heb ik... Ik gebruik eigenlijk altijd de silencer, omdat ik niet graag op de map gezien word. In combinatie met de Turmoil is de PM9 een best wel lekker wapen. Ik heb al eerder een paar kleine gameplaytjes gehad met PM9, maar die waren niet geweldig. Ik heb er wel een gehad van 40 om 20 of zo, of 50 om nog wat. Maar die had ik dus vorige keer proberen op te nemen, dat is dus helemaal gefaald. Toen was ik die gameplay kwijt, want ik heb hem niet opgeslagen. Ik kan hem gewoon downloaden vanuit mijn theater. En zoals je ziet, ik zit al op een vrij hoge streak. Maar ik sta wel dik achter. De eerste kill heeft al 1000 punten. En ik bungel er wat achteraan. Maar ik speel free-for-all niet echt om te winnen. Ik speel free-for-all gewoon als ik een keer zin in heb. En toevallig met de PM9 lukt het me een keer. Hier een lucky kill. Ik wist dat er iemand liep, maar ik dacht dat hij al gekild was. Ik denk gooi Semtex. Kan nooit geen kwaad. En wat opvalt is, ze blijven ook gewoon rond me spannen. En ze weten ook gewoon dat ik hier ben. Maar ze blijven ook naar me toe komen. En die kerel zat me gewoon op te wachten. Maar ook hipfire met dit wapen is gewoon best wel effectief. Want zoals je ziet, de site staat best wel dicht bij elkaar. Zeker nu je Steady 1 Pro hebt door de Specialist. Maar in combinatie met Quick Draw is de Thermal Vision op de PM9 echt bruut gewoon. Hij is best wel lekker. Maar zoals je ziet, als ik inzoom,
Hij is er bijna. Hij is er bijna meteen. Okay, hier de hipfire kill. Hij is er echt bijna meteen. Zoals je ziet, het is niet echt als een sniper dat je hem echt ziet inzoomen. Het is echt puur klik en je kan er al doorheen kijken als je quick draw hebt. Met een sniper duurt het iets langer, dus vandaar het quick kopen. Maar met deze thermal vision is het ook wel erg mogelijk om te quick scopen. Ik ben er niet zo voorstander van. Als je hebt meegeteld, dit was mijn 20 gunstreak. Op free-for-all, dat is mijn hoogste gunstreak op free-for-all geloof ik ever. Ik ben echt niet zo goed in free-for-all. Nou, zoals je dit ziet, de PM9 is op afstand geen goed wapen. Als je er veel mee schiet, dan heeft hij ook wel veel recoil. Met de thermal valt het natuurlijk mee. Maar ja, als je deze spans ook ziet, als je... Ja, free-for-all is echt niet iets voor mij. Je ziet nu Final Stand, dat was niet echt zo de bedoeling. Ik wil graag die prestige title hebben. Dat je zoveel Final Stand kills moet hebben. Ik heb er nog maar 2 of zo en ik gebruik hem, de meeste van mijn prestige al. Bijna mijn hele prestige gebruik ik hem al. En ja, dit is de laatste kill. Toevallig killt de eerste kerel, die killt mij. Ik eindig tweede. Op zich, deze killcam is wel goed gericht. Alleen ik snap niet dat hij wist dat ik in Final Stand zou gaan. En mijn kill dead, 23-7. Nou ja, met een PM9, later.